Het einde komt dichterbij. Maar mijn Pikmin, die raak ik daar nog kwijt. Dat wil ik niet. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer. Zelfplay 20 terug met een nieuwe aflevering van Pikmin 2, zoals ik al zei. En de vorige aflevering zijn wij de laatste cave ingegaan, de Dream Den. En zijn we al 4 paarse Pikmin kwijtgeraakt en hebben dus het probleem gehad tot er best wel zware en moeilijke puzzels waren die we al moesten oplossen. En in deze aflevering gaan we daar vrolijk in verder bij sublevel 5. Oké, ik zie Flying Blowhawks, ik zie Spotty Bulbob, ik zie... Oh, nee. Ik zie een Deliever. Komt hij helemaal deze kant op? Jongen, laat dat ding nou eens even maar... Nee, hij plaatst jou dadelijk de verkeerde kant op. Willen we zeker... Oh boy, hij komt onze kant op. Oké, kom er dichtbij, jongen. Kom maar. Neem mijn hele team mee. Ja, daar had je nou net niet moeten blazen. Dat is jammer, hè? Ja, kom lekker even op de grond liggen, joh. Geniet. Ontspan. Ja, joh. Ik blijf gewoon Pikmin op je gooien, hoor. Daag. Oké, er is maar weinig gedeliefd. Daar ben ik blij om. Alleen het probleem is, we zitten dus met heel veel fire hazards. We hebben daar dan eigenlijk onze tech team Delta voor nodig. Dus jullie maken dit heel eventjes kapot hier. Gaan we zoveel mogelijk van die fire hazards alvast even aan de kant gooien. En ik weet het, hun hebben absoluut geen angst voor die fiery blowhawks daar. Maar hij kan een heel groot probleem worden. En hij kan een heel groot probleem worden. En niet weer zo'n beest. Ik heb maar 10 rode Pikmin bij me. Oh. Nou, weet je wat, jullie focussen heel eventjes op zoveel mogelijk fire hazards even uit te schakelen. Nogmaals, fire is geen instant kill. Dus we kunnen onze tech team Delta er gewoon bij naartoe gooien. Jullie doen heel eventjes... De warmte, even de kachel even uitzetten. Gewoon heel even rustig. Nou ja, doe voor de zekerheid hun ook maar. Maakt jou het uit. Ja, neem maar mee. Kom maar. Oké, dan gaan we hier eventjes alvast Team Attack Team Delta. We hebben er maar 16. Maar geloof niet, vergeet niet, deze zijn enorm sterk. Oké, nou, ik neem aan dat we hem eventjes alvast... Kun jij deze kant even op kijken? Hi, even deze kant op kijken. Even, juist. Doe maar even vuurspugen. Hartstikke gezellig. Dan doe ik heel eventjes snel jou even stunnen. Ben de rij uitgeschakeld. Heb ik geen last meer van jou. Oh, die tweede komt ook wel heel erg dichtbij. Mooi. Doe jij hier even vuurspugen? Doe maar. Laat je vlammetje zien. Hoppakee, uitgeschakeld. Oké, dan kunnen we de eerste even hier uitschakelen. Ga je gang. Oké, dat is gunstig. Dan hebben we weer Attack Team Rood nodig. Onze vuurresistent. Ik ben toch wel blij dat ik wel Rode mee heb genomen. Want anders zou dit toch wel een heel groot probleem zijn geweest. Dan zouden we hem niet kunnen verslaan. En ik weet zeker dat hij de trash bij zich heeft. Nou heb ik ze samengevoegd. Dat was niet de bedoeling. Want het nadeel is, wat Purple Potions dus niet doen, is vlammen uitschakelen van die Fiery Blowhawk. Of Fiery Blowhawk. Van die Bulbear. Dus dat kan best wel nadelig zijn. Oké, jongens, als jullie nou eens gewoon eventjes focussen op die fire traps, niet de hele tijd proberen stuff op te pakken, dan maken jullie mij een heel blij konijntje. Die maakt niet echt zoveel uit van hem, maak ik me wel zorgen. Eventjes de vuur hier even uitschakelen. Want de treasure, die zit natuurlijk in dat vuurbeest. Waar ik me zorgen over maak. Ja, hoi. Luister, voor jou heb ik dadelijk een tech team paars, ja? Dus, oh wat lekker warm. Oh wat lekker warm. Je kunt mij nog niet eens pijn doen. Hier, kijk nou, daar is. Oh wat lekker warm. Nou. Goed. We moeten hier dus heel tactisch hun gaan aanvallen. Die paars, of die vurige, dat wordt een probleem. Oké, ik wil eerst even die Fiery Blowhawks even uit WE hebben. Dus, komen jullie even hier mee? Jullie nemen even die Fiery Blowhawks even mee. Verkeerd uitscheld. Mijn excuses. Ja, gewoon opgooien. Hij is afgeleid. Hij is gestunt. Nog beter. Ik bedoel, hij is afgeleid op die rode. Dus op zich hoeven we daar... Ik vind het wel handig dat je die beesten gewoon uit kan, af kan leiden zo. Oké, nou hoop ik niet dat die ene wakker gaat worden als ik met hem ga vechten. Oké, gelijk terug. Oké, nou hier hebben we dus de Purple Potion zeker voor nodig. Oh, ik heb mijn alle Pikmin nou bij me. Ik heb alleen rood nodig. Jullie kunnen hem niet aanvallen. En... Jongens! Sta
Stop nou eens met die troep op te pakken als je dat niet nodig hebt. Oké, nou, de paarse willen we dus absoluut daar niet voor gebruiken. We willen alleen de rode daarvoor gebruiken. Ik denk... Ik moe voor jullie, jongens. Ik moe voor jullie. Oké. Dus... gewoon er eerst opgooien. Purple potion. En met 10 is dat hartstikke goed te doen. Oké, nou ik denk dat we hier wel door die fire dinges heen gaan lopen. Dus eventjes deze few traps even uitschakelen. En dan kunnen we gelijk die ene treasure meenemen. En dan kunnen we even ervoor zorgen tot... aangezien dat we toch weer een purple potion hebben gebruikt. Er ligt nou weer nectar, dus dan kunnen we heel even ervoor zorgen tot al onze gedeflowerde Pikmin weer een bloemetje kunnen krijgen. Dus even kijken. Paars team, samen met rood team. Maar daar lopen jullie wel denk ik niet langs. Wel niet langs. Jullie pak ik even heel erg samen. Jullie gebruiken die nectar even mooi om eventjes weer een goed gebloemificeerd team te worden. Zeker paars is heel erg belangrijk om die allemaal als bloemetje te hebben. Oké, kapitein blijft heel eventjes hier achter. Ik ga heel eventjes een drag team halen. Wie wil er eventjes een appel komen tillen? Appeltje voor de dorst. Kom eventjes gezellig mee. Jongens, ik ben echt zo blij dat jullie niet zomaar automatisch over die ledges heen kunnen lopen. Het is levensgevaarlijk. Nou, hoop ik dat jullie deze kant op pakken en niet de gevaarlijke route, want dan word ik echt een heel boos konijntje. Hoort zo, jullie gaan gelijk de goede kant op. Ook maar één treasure. Best wel een lange vloer. Hebben we toch wel weer even tactisch aan moeten pakken. Heeft onze potion gekost. Maar we zijn tenslotte geen Pikmin kwijt op deze vloer, dus we lopen weer een beetje in de win. Ik bedoel, we hadden net de hele tijd dat we één Pikmin kwijtraakten ongeveer per vloer. Oké, we zijn er eentje, zijn we drie Pikmin kwijtgeraakt omdat het gewoon een irritant beest was. Maar we hebben het appeltje voor de dorst, dus dat is alleen maar heel erg gunstig. Oké, we hebben de 40. Is het maar 40 waard? Insect Kondo. Wat een naam. Oké, één treasure weer. Maakt niet uit, we lopen gewoon door. Sublevel 6. Ik verwacht ik krijg ook best wel veel sublevels. Ik denk zo rond de 15 ook weer. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar we zien het vanzelf. Oké, we staan ons nou te wachten. We hebben nog geen water hazards gezien, dus... Nee, niet weer zo'n ruimte. Niet weer zo'n snijkvogel. Spel, dat doe je me niet aan. Ik heb me niet weer... Oh, kwallen en... Oh, nee. Dat zie ik even op tijd. Ja, ga jij maar lekker tegen die steen aan. Ga jij maar daar lopen stenen gooien. Ik dacht dat we weer snijkvogels zouden krijgen. Oh, kijk jij hier ook heen? Hier ligt al de treasure, denk ik. Of heeft hij de treasure bij zich? Nou ja, als ik hem hier naartoe kan lokken. Kom eens hier. Kom maar. Kom maar. Niet zo scheiterig zijn. Dan hoop ik niet dat die andere gast gelijk stenen gaat lopen gooien. Zolang ik hem niet in beeld heb, misschien tot ik geluk heb, weet ik veel. Gewoon afmaken die app. Oké, hij is vervagen. Oké, allemaal uitzicht daar. Oh, dat ziet er mooi uit. Oh. Nectar! Kom op, maak je even helemaal weer bloemeer jezelf. Oké, nou, het nadeel van die treasure is, hij wordt nou bewaakt door dat beest. En dat beest, dat ken ik op zich wel goed aan met purples. Dus de tech team Delta, die komt weer heel even bij. En nou weet ik niet of dat de enigste treasure is. Als dat de enigste treasure is, dan hoeven we ons alleen maar zorgen te maken over waar dat de doorgang is. Ja, jij gooit weer stenen, ik zie het. Oh, je bent gelokt op hun. Nou, dan gooi ik er gewoon Pikmin op je. Wat doe je er tegen? Oh, je bent verlamd! Wat zielig! Maar niet heus. Hul. Ik denk dat we hier wel in de clear staan, tot we gewoon even een oppakteam even hier kunnen samenstellen. Ik bedoel, het is niet zo ver. En het ziet er mooi uit. De kristallenbol. Als dat de enige treasure is, dan hoeven we ons echt geen zorgen te maken. Ziet er wel gaaf uit. 200 poko's, daar doen we het voor. Future Orb. Yep, waar zeg jij? Oké, dat was de enige treasure hier. Zit hier achter iets boeiends? Nee. Nadeel is wel dat ik de Pikmin mee moet nemen. En volgens mij zit hij dan hier. Nee. Even kijken, we zitten hier. De doorgang naar de volgende level. Dat ik jullie gewoon kan negeren, dan ben ik een heel blij konijntje eigenlijk. Oh, daar zit hij. Achter die muur, bij jou. Gewoon aanvallen.
Oh, waarom fluit ik? Nou, dat was eigenlijk niet nodig geweest. Oké. Uitgeschakeld. Eentje is een beetje gediefflauwerd, maar dat maakt niet uit. Twee zijn er gediefflauwerd. Even deze muur naar beneden halen. Even hun in de gaten houden tot ze niks gaan doen. Ik wil niet nog meer paars kwijtraken. Ik bedoel, waarom zou je alle vijanden uitgeschakeld? Dat is nergens voor nodig. Dat is een risico die je dan neemt en dat is echt niet nodig. Ik bedoel, als je eenmaal alle treasures hebt, ga gewoon zo snel mogelijk naar de volgende cave. Waarom niet? Op zich ging die best wel snel. Je zit nou op 10 minuten. Decent. Nou. Oké, hier kunnen we weer vrij Pikmin gooien. Alleen ik maak me eigenlijk toch wel een beetje zorgen. Oh boy. Oké, ik zie een deflowerer. Ik zie bomgooiertjes. Kan ik hier veilig? Nee, hij komt er al gelijk aan. Hoe gaan we dit aanpakken? Oké, nou als jij nog geen bom hebt gepositeerd, gaan we gewoon gelijk al Pikmin op jou gooien. Dan zijn we in ieder geval van jou alvast af. Hoppakee. Uitgeschakeld, afgetakeld. Hij heeft al een bom geproduceerd, dat is minder. Daar hebben we dus echt de tech team paars voor nodig. Hij is weg. Dus ik denk dat ik wel eventjes de tech team paars nou kan roepen. Ik bedoel, ik durf echt geen squad van 96 Pikmin mee te nemen als er eentje zo'n bomrok vast heeft. Oké. Oké, laat maar eens even exploderen. Oh, dan gaat hij lopen vervelen natuurlijk. Doe eens achterna. Of hij blijft vastzitten, dat is ook goed. Oké. Wachten. Nu! Oké, we liggen uit explosie range. Goed zo. Oké, dan pakken we het hele attack team. Daar hebben we echt wel nodig voor hem. Hi. Oké, hij zit in zijn blaasanimatie. Aanval, 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 aan. Gooi hem op de grond. Gooi hem op de grond. Dit is gunstig, dit is gunstig, dit is gunstig. Auw. Geef hem geen centimeter. Oh, en daarachter zit er weer eentje. Oh, kijk nou er eens. Die had ook nog eens een treasure bij zich. Maar er komt er nog één aan, hoor. Nou ja, als het weer hetzelfde principe is als net. Gewoon één treasure en dat was het. Dan maar 90. Mooie stenen. Essence of Desire. Juist. Oké. Ik laat jullie alleen wachten, jongens. Ik bedoel... Volgens mij... Oh, ik moet heel mijn team daar... Ik moet daar toch een klein team mee naartoe nemen. Nou, op zich is mijn witte team best wel snel. Laat mij alleen. Dank je. Ik denk dat ik daar wel met mijn witte team even doorheen kan sneaken. Ik denk dat ik dat gewoon ga proberen. Alleen moet ik wel uitkijken tot de kapitein die wordt gescoopt door die scoopers. Dus gewoon een beetje zigzaggen zo. Laat maar komen. Nou, er zitten een paar liefs tussen. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dat is even veel tactischer. Ik bedoel, waarom zou je zoveel moeite gaan doen om al die vijanden uit te schakelen? Dat is namelijk echt iets waar je misbruik van wil maken in de cave-systemen. Als je alle treasures hebt, ga gewoon naar het einde toe en je neemt automatisch al je Pikmin weer mee. Maak daar misbruik van. Ik bedoel, het spel is al moeilijk genoeg. Tenminste, ik vind het fijn om er misbruik van te maken. Ik vind het niet erg, hoor. Sublevel 8. Titel of Spiders lijkt het wel weer. Ik zag heel veel spinnen rondlopen. Oké, we hebben de fluitketel. Die ervoor zorgt dat het lastig wordt om... Oké, we hebben heel veel poison hazards. Dus we hebben een team poison nodig en een team attack. Dan wil ik eventjes een attack team alvast bij me hebben hier. Ik bedoel, we moeten wel uitkijken voor gele... Maar, oh, kijk uit, kijk uit. Hij loopt in één keer richting de poisons. En dit zijn vuurhazards, maar die kunnen jullie ook aan. Oké, nu. Goed zo. Oké. Een wit team. Concentratie vereist.
Wacht even tot hij weg is met zijn afgekeurde fluit. Oké, dit even doen. Oké, dan kunnen we hem aanvallen. Oh, wacht even. We hebben kans om hem nou aan te vallen. Oké, laat maar gaan. We hebben de teamen weer per ongeluk samengevoegd en dat was niet de bedoeling. Jullie zijn gewoon irritant omdat jullie namelijk de treasure ook van een Pikmin afpakken. Oké, hij is gestunt. Hoi. Nee! Stommeling! Nee! Ik haat stroomhazards. Oké, nou in ieder geval de beest is uitgeschakeld. Daar hebben we ons geen zorgen meer over te maken. Die gele die zijn... Nee, ik was te vroeg. Terugkomen. Die gele die zijn het gevaarlijkst. Blijf bij je roots daar. Oké. Die gele het gevaarlijkste zijn. Kom op, is die vlam? Nee, oké. Hij doet geen stroomaanval. Oké, we zitten in de clear. Hier zit ik bij een... Ja, wacht eventjes. Ik vind het zo handig hoe dat deze eigenlijk ook gewoon de fire hazard zo makkelijk aan kunnen vallen. Oh, weer een gele kwijt als stroom. Stroom is echt overpowered in dit spel. Kijk uit voor het vuur, jongens. Maken we dadelijk wel korte metten mee. Die is ook uitgeschakeld. Nou moet ik hier heel voorzichtig gaan kijken. Ken ik hem? Nee, hij gaat eerst die kant op. Oké. Dus die weg is geblokkeerd. We moeten echt ons gele team voor nodig hebben. Oh, die stroomhazards, jongens. Je kunt al een beetje zien dat ze hier echt alle elementen erin hebben gegooid. En vuur, water, poison, hart, daar zijn we niet bang voor. Het is dat stroom. Oké, team geel. Er zit een andere kleur tussen. Team geel, jullie maken heel eventjes... neem ook even gelijk team wit mee. Jullie zijn degene die die hazards even uit moet schakelen. Geel voor stroom. Dat je daar niet dadelijk in één keer per ongeluk wit op kan gooien of iets. Oké, stroom is uitschakeld. Ach. Nou ja, dat is alleen maar handig als hij een van zijn kameraden optilt. Dan kan hij geen treasures meer oppakken. Dus dan hoeven we daar ons geen zorgen over te maken. Ik weet niet welke kleur dat jij bent. Dat kan ik nog niet goed zien. Nou ja, het grappige is, deze kunnen we ook gewoon... Maak hem af. Goed zo. Oké, welke kleur ben jij? Volgens mij ben jij een rode. Zo te zien ben je een rode. Oké, we hebben hier meerdere treasures ook nog eens een keer. Dus hier moeten we echt inderdaad onze tijd even goed voor nemen. Oké, geel. Ik heb zo'n hekel aan. Die is ook bijna uitgeschakeld. Kom op. Goed zo. Die paarse die is nou veilig. Dit is die trap eigenlijk waar we dus die ene net kwijt waren. 2, 3, 4, 5. Maak dat maar alvast kapot. Maak jullie die alvast kapot. Ik zou zeggen, probeer hem alvast mee te nemen. Nee, spinnetje pakt hem. Oké. Daar dealen we dadelijk dan wel mee. Ik bedoel, onze paarse team die staat daarachter al klaar. Dus, heel veel gele hier. Oh, dat is... Jij bent poison. Ik wil echt die gele hekken echt uitschakelen. Dat is prioriteit nummer 1. En dan weet ik dat ik het risico zou kunnen nemen om gewoon te zeggen van, nou weet je wat we doen? We pakken er gewoon een paar paarsen op die dat eventjes voor ons doen. Maar dat risico durf ik eigenlijk niet echt te nemen nu. Oh, rustig jongens.
Al die hazards hier. Ik moet nog steeds geen waterhazards eigenlijk tegenkomen. Alleen die blauwe spinnen tot nu toe. Dat noem ik nou niet echt een waterhazard, maar goed. Oké, nou jullie maken even dat stroomhekje dicht. En dan kunnen we weer even Attack Team Delta. Daar hoor jij bij. Oké, kunnen we die vijanden even uitschakelen? Kunnen we even onze treasures gaan verzamelen? En die gele, wees er voorzichtig mee. Want die kunnen in één keer een heel schokkende ervaring achterlaten. Voor je Attack Team, dus. Goed zo. Gele zijn echt het gevaarlijkste in het spel. Jongens. Ik heb jou ook meegeroepen. Kom hier. Het zijn alleen de paarse die we kwijtraken. Omdat die zijn ook het meest in de gevechten. Vind ik eigenlijk best wel zielig. Oké, nou. Kijk uit voor die gele daar. Die blauwe die mag gewoon genegeerd worden. Maar je weet nooit wanneer dat hun aanvallen. Oh, hij is gestunt. Mooi. Oké, veilig. Oké, dan hebben we die gast nog met zijn teddybeer. Die moeten we ook even uitschakelen. Oké, teddybeer staat veilig weer. Mooi. Rijmt ook nog eens een keer. Oh ja, hier zat er nog eentje onder. Hij heeft al iets vast, dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. We gaan nou niet vertellen tot dit geglitcht is, jongens. Ring naar beneden. Goed zo, hij is niet geglitcht. Mooi. Ik denk dat we nou wel de treasures veilig op kunnen pakken met dit team hier. Dus ik bedoel, die blauwe die zal ons niet lastig vallen. Die andere spin, ja, misschien die paarse tot die ons lastig valt. Maar ik hoop het niet voor hem. Ik bedoel, we hebben alle hazards uitgeschakeld, behalve de poison daar. Dus loop gewoon langs. Ik heb één paarse nodig, denk ik, hiervoor dadelijk. Oké, dit ziet er gunstig uit, jongens. We zijn er eentje kwijtgeraakt door stupiditeit van stroom. Nou, die nemen dat mee. Ja, ik denk dat ik even hier vooruit kan knippen nou. Ik denk dat het wel veilig is om nou vooruit te knippen totdat de treasures zeg maar binnen zijn. Aangezien dat we niet bang hoeven te zijn, want jij hebt al een ding vast. Ja, daar baal je van, hè. Niet mijn probleem. Zie je dat het best wel snel. Ben ik blij om. Oké, nou, ik loop alvast hier naartoe. Tot nu toe nog steeds geen knip. Maakt niet echt zoveel uit. Hi. Hoe gaat het met jou, jongetje? Alles spinnerig. Kun je ook spinnen als een kat? Nee, ik wil. Ik heb nog steeds een vooruit geknipt, hè? Oké. Extreme Perspirator. Blur. Heel veel urs. Ah ja, wacht wel eventjes. Ja, hoi. Luister, ik heb het nog zo gezegd. We zijn alleen maar naar deze planeet gekomen om rotzooi te vinden. Wat we denken dat echt heel erg zeldzaam is en waardevol. En krijgen er heel veel geld voor. En toen hebben we onze lening afbetaald. En nu hebben we eigenlijk het dubbele. Dus hoeven we ons eigenlijk absoluut geen zorgen meer over iets te maken. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Possessed Squash. Nou, als jij zegt dat het possessed is, nou, ik vind het best. Oké, twee treasures. Weet je waar? We doen nog één vloer. We zitten op 23 minuten. Vorige aflevering was wel aan de... Nee, dat was niet de vorige aflevering. De aflevering daarvoor. Was ook aan de korte kant. Maar nee, we doen er gewoon nog één. Maakt uit. Ligt het wel aan wat het natuurlijk voor vloer is? Is dit een happiness vloer? Is dit een vrolijkheidsvloertje waar we ons vrolijk kunnen voelen... en dus ons niet meer bang hoeven te maken voor gevaarlijke vijanden die ons dood willen maken? Ik bedoel... Ik zie hier geen treasure liggen. Flintmiddel! Gold! Wand! Red potion hype! Oké. Die hebben we. Goed. De rest heel eventjes, jongens. Ik denk dat ik hier inderdaad eventjes met mijn paarse door het beste kan lopen. En waarschijnlijk heb je dan ook dadelijk nog zo'n bloem of iets. Goed. Jongens, jullie mag heel even veilig hier. Ik neem de paars even mee. Voor eventuele flintbeetles. Ik heb één witte bij me, maar ik neem niet zoveel uit. Weg ermee. Ik verwacht namelijk nog een flintbeetle. Ja, poison. Oké, ik ben heel stil geconcentreerd bezig. Ik weet het, jongens. Mijn excuses.
Oké. We hebben twee paarse potions eruit. Oh, nog één. Kijk uit voor zijn farts. Nou, je hebt nog wel weer de kans om weer terug te keren. Serieus, we hebben hier nou 8 purple potions. Daar ben ik blij om. Zou er dan ook nog een gouden zitten verborgen? Ik ga op zoek naar die gouden. Zou zomaar kunnen. Ik bedoel, 2 van die stinkbeesten. Misschien dan ook wel 2 gouden. Oh, daar gaat 1 red potion. Maakt niet uit. Ging mijn leven. Oh, een gewone. Volgens mij geeft hij ook 1 red potion. Dat weet ik niet zeker. Yep, die geeft ook een rode. Oké, dan hebben we toch hier nog 2 potions liggen. Oké, we hebben ze allemaal. Maar ik zie hier geen bloem. Dat vind ik wel jammer. Dus we kunnen niet onze Pikmin increasen. Dus we zitten nog steeds met de 5 paarse Pikmin die we kwijt zijn geraakt. Daar moeten we nog steeds mee verder. Dat is wel jammer. Nou ja, ik doe heel eventjes snel die potions eventjes verzamelen. En ik zie jullie in een seconde. Want ja, jullie weten hoe dat de glitch werkt, hè. Ik zal het nog 1 keer uitleggen. Mocht je dit niet gehad hebben, je wil 1 kapitein dicht bij zo'n druppel hebben. De andere kapitein duw je er dan in. Totdat hij in de slurpanimatie komt. Oh, dat ging bijna fout. En als hij in de slurpanimatie zit, dan ja, slurp jezelf ook nog eventjes. En zo krijg je dus de dubbele potions. Zo werkt het. Dit doe ik heel eventjes hier met alle potions, of we zeker genoeg potions hebben. Nogmaals, dit scheelt enorm veel potion farmerij. Dus ja, ik doe dit heel even snel. Ah, jammer. Die laatste die heb ik ook weer verpest. Ah ja, red potions. We hebben de 13. Op zich is dat een heel goed nummer. Maar we hoeven ons absoluut niet druk over te maken. Ik denk dat we wel goed zitten met potions. Maar goed, voordat ik dus dieper ga in de cave, laat ik het toch wel zitten hier bij deze aflevering. Ik denk dat we deze aflevering best wel goed gedaan hebben. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je er tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Dan gaan we naar sublevel 10. Waarom was die knipper dan? Ja, een beetje raar timing. Mijn excuus daarvoor. Maar nee, goed. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En tot ziens. Doei!